Yo, mensen van Games DC, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Heb jij goed ingeplukt? Ja, dit is weer een ander scherm. Weer iets anders dan normaal. Ik start nu eventjes hier op in de Minecraft Launcher. Oh, waar klikt die op? Nee, die wil ik niet. Oké, kijk. Ik heb dus nu twee computers, hè. Ik heb eentje met mijn laptop, waar ik nu weer op zit. En mijn echte computer. Ik heb dus hier profile aangemaakt. Deze My Let's Plays. En hoe switch ik nou iedere keer tussen die twee computers met dezelfde wereld? Nou, ik gebruik mijn Dropbox. Ik zal even laten zien als ik even een nieuw verkenner scherm openmaak. Windows verkenner. Oké. Oh, de cam zit voor. Zo. Kijk, dan heb ik bij Dropbox een Minecraft mapje aangemaakt. En in dit Minecraft mapje zitten gewoon de standaard dingen van Minecraft. Dat is options eigenlijk. Oh ja. Oh cool. Hier zitten alle instellingen. En dan heb ik dus bij Saves, dat is mijn Let's Play wereld in. En mijn resource packs, heb ik mijn resource packs in staan. Dus ik heb hier mijn wereld. Zo switch ik dus de hele tijd tussen. Ik heb wat mining gedaan. Ik had weer een bijna weer wat gedaan. Maar het is niet echt gelukt. Ik heb hier een bar van gemaakt. En hier al heb ik dus de bank die je zelf verplaatst door die fence posters. Dus het lijkt net alsof je op een barkruk zit. Het staat ook wat hoger. Het leuke is, dit blokje is even hoog als de vloer. Hè? Maar kijk, ik jump nu niet. Want fenceposten sta je, je kan niet over een fence heen springen. Dat komt omdat er op een fencepost zit nog een doorzichtig halfslab. Je kan er gewoon een blok op zetten, maar die doorzichtig halfslab, daar kan je wat dingen zetten en alles. Maar je kan er niet doorheen. Dus als ik hier loop, dan loop ik op die halfslab en dan kan ik hier gewoon overheen lopen. Dus dat is wel grappig. En ik heb een pumpkin gevonden. En mijn paard is dood gegaan. Hij zat vast in een boom. Toen is hij dus dood gegaan. Ik heb wel zadel teruggekregen, dat was dus wel mooi. Kan ik weer een nieuw paard trainen. En wat heb ik er meer van? Ja, ik heb gemined. Dus nu heb ik 46 items. Ik heb nog wat lappies extra. Nog een beetje extra redstone. En eentje, één extra gold. Was dat alles? Volgens mij wel. En ik heb X-Ray geïnstalleerd. X-Ray en de verkeerde GTA texture pack. Die kon de goede niet vinden. Oh, jij gaat niet door cobblestone heen. Maar kijk, zodra ik deur ten stoot zie. Oh, vooral heen, kijk. Kijk, en hij gaat door cobblestone en hout heen. Wat dat mindshares kunnen zijn. Ziet hier die video heel goed. Ik heb weer de verkeerde gedownload, want oor zie ik nu anders dan bij mijn normale computer. Ik heb versie 2 gedownload en ik had versie 1. Nou ja, je kunt ook zien hoe diep de put is. Eigenlijk niet zo heel erg diep. Wacht, ik heb een idee. We graven hier al, vanuit ons huis. Gaan we een kelder maken. Gaan we dus naar beneden. Dus naar die put gaat. Op dezelfde level als op de put. Ook wat beter wat letters en sign kunnen nemen. Ja, ik maak wel even wat ladders. Zo'n kobbel bij me.
Ja, dat is beter. Ik heb wat ladders. Ik heb even wat ladders nodig. Zou dat genoeg zijn, 6 ladders? Ik heb nog wat half slabs. Kijken. 1, 2, 3. Oh, ik had er precies genoeg. Kijken, wat is goedkoper? Een sign. Trapdoors moet ook wel. Volgens mij krijg je 3 signs ervan, maar boeien. Kijk, trap door. Wow. Snel met switchen tussen. Oh, dat was de verkeerde. Kijk eens. Dan ga je weer doorgaan. Het is niet eens allemaal stilstandwaardig. Oh shit, ik ben al 7 minuten bezig door alleen maar te vertellen wat ik heb gedaan. En even een geheime gang maken naar die fontein, tenminste waterput. Maar nu heb ik dus wel een gang, dus als het donker is en ik wil eruit, of ik kan mijn huis niet in, kan ik maar zo om naar water te gaan. Even zorgen dat er geen monsters kunnen spawnen. Heb ik maar die verkoop nog op hard staan? Nee, ik moet peaceful staan. Dat verheef ik als een creatieve wereld. Wat gaan we dan nog meer doen in deze episode? Het zijn echt hele kleine opdrachtjes die ik moet doen. Ik denk een paar hoppers maken. Laten we beginnen met 2 hoppers. Of 2 hoppers, hoe moeten we er 3 doen? 1 of 3? Maar we gaan gewoon voor 3. Dan moet ik dus 3 chests maken. Nee, daar kom ik niet uit. Kijken. Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 extra stukjes hout nodig. Gelukkig is het dag. Er zijn er bomen zat hier. Eigenlijk zou ik een paar mods moeten installeren op deze wereld. Zoals, hoe heet die mod als je met een bel het onderste blokje van een boom weghakt. Dat hij dan de hele boom in elkaar zakt. Dat heet Timbermod. Die zou wel handig zijn. Het duurt wel heel lang voordat je een boom hebt omgehakt. Het gaat echt super slow. Alsof je met een met je. Als je. Ik weet niet, volgens mij gaat dat. Ik zou geen idee hebben. Zo, dat is genoeg hout. Hey, doe. Oh, ik zit al bijna 10 minuten. Oké.
Oké, okay, dan lijkt het dus dat we de volgende episode hiermee verder gaan. Dus ik ga even naar binnen toe. Dan zie ik jullie in de volgende episode, denk ik. Ja. Dan zie ik jullie in de volgende episode. Bye.